Ik ben Alex, non-binair, pronouns die hun, dan heel de andere boodschap. Ik ben panseksueel, polyromantisch, polyamoreus en dan non-binair. En we zijn hier op de AKB waar ik leiding geef. AKB is de Scouts voor mensen met en zonder beperking. Oké, dus sinds mijn 6 ben ik zelf bij de Scouts. En van mijn 17 ben ik leiding geworden. En ondertussen ben ik dan 9 jaar leiding, waarvan mijn 7 jaar op de AKB ondertussen. Dat is echt mijn ding. Dat is nu ook bijvoorbeeld mijn job. Dus ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus dat is echt mijn ding, kinderen met een beperking. Ik werk nu in een woonhuis voor volwassenen met een beperking. De job die ik wil doen is heel specifiek. Ik wil met dove kinderen werken. Ik zit nu in mijn 2e jaar avondschool, Vlaamse gebarentaal. Dus ja, ik ben aan het studeren daarvoor. Ik denk dat ik redelijk jong was dat ik te weten kwam dat ik voor mezelf dat ik niet hetero was, dat ik queer ben. Dan natuurlijk is het zo heel het verhaal van ik ben gay, ik ben bi, ik ben pan, ik ben oh toch gay, oh nee toch niet. En ik was 21 toen ik voor mezelf te weten kwam dat ik non-binair ben. Ik voelde wel voor mezelf dat hij altijd al, ook als klein kind, dat ik zo niet echt het typische jongetje was. Ik heb bijvoorbeeld een tweelingbroer en wij zijn volledig anders. Maar ja, nooit een term op kunnen plakken tot ik dan in mijn opname inderdaad op het internet wel wat aan het googelen erover. En dat was het plaatje dat voor mij het beste erbij paste. Ik denk dat hetgeen dat ik miste zo het juiste label voor mij was. Ik heb in mijn opname waar er ook heel veel mensen zeiden, ah, maar stop met die labels, stop met die labels. En eigenlijk zoiets van, maar jij zegt dat als straight man, waarom mag jij je labels hebben en mag ik niet aangeven van ik voel mij geen man, maar ik weet niet wat ik wel ben. En daarom ben ik dan beginnen zoeken naar wat ben ik eigenlijk. Ik denk dat iedereen in mijn omgeving weet dat ik non-binair ben. Maar niet overal wordt er evenveel rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld op mijn werk is dat, mijn collega's houden daar rekening mee. Die proberen ook wel echt mijn voornaamwoorden te respecteren. Maar voor mijn cliënten is dat soms wel moeilijker omdat die mentale beperkingen hebben of die snappen het niet helemaal. Ja, er zijn een paar mensen dat dat wel echt snappen ook van mijn cliënten en die proberen ook wel echt hun rekening daarmee te houden. Maar een paar probeer ik het zelfs niet uit te leggen. Zelfs mijn leden hier, al mijn leiding weet dat en respecteert dat ook en probeert ook de juiste pronouns te gebruiken. Mijn leden hebben mijn naam is veranderd. Dat doen die nu juist. Maar die pronouns wil ik zelfs niet proberen dat die dat juist doen, want ik denk dat dat gewoon te confusing zou zijn voor hen. Over mijn polyamorie, ik denk dat ik dat ben, dus ik benoem dat wel, omdat ik wel eens voor meerdere personen samen bijvoorbeeld gevoelens heb gehad. Ik heb nooit in een polyamoreuze relatie gezeten, nog niet. Dus ik weet niet of ik dat echt ben. Het kan even goed zijn als ik dat ooit doe, dat ik zoiets heb van, oh nee, wat? Maar op dit moment beschrijf ik mezelf als polyamoreus, omdat ik denk dat ik dat ben. Ja, ik zeg eigenlijk altijd, vooral bij mensen die ik niet ken, dat ik gay ben, omdat ik geen zin heb om heel die uitleg te geven. En ik heb mezelf eens gezegd van, ik moet gewoon beginnen zeggen dat ik queer ben. Maar ik kan dat al niet goed uitspreken, dus ik probeer dat niet. Dus ik zeg altijd gewoon, ik ben gay. En dan zeggen mensen, maar waarom heb je dan toch een rok aan? Hoe heb ik mij geoud? Bij mijn ouders? Amai, dat is echt een moeilijke vraag. Hier heb ik dat gewoon gezegd op de AKB. Ik heb dat gewoon aan mijn leiding gezegd van hey, ik ben Alex, dan ben jij hi. Hey. Maar zo heb ik dat hier wel aangebracht, omdat ik er geen spel wou van maken. Bij mijn ouders is het echt heel complex geweest, heb ik het gevoel. Omdat ik dan eerst mij had geuit als gay en dan bi en dan toch gay en dan toch pan en toch bi. En ik wist het zelf niet goed, maar ik wist wel dat ik niet straight was. En ik denk dat ik weet eigenlijk niet meer, vanaf dat ik het zelf echt wist, dat ik er wel heel open ben over geweest bij mijn ouders. Wel met wat schrik. Mijn broer weet al vanaf het begin, denk ik. Dat wij ook altijd samen op school en zo hebben gezeten. Dus mijn werk heb ik ook gewoon vanaf moment 1 gezegd. Ik heb dat bij mijn sollicitatie al gevraagd, denk ik. Het enige dat ik zo vaak merk, en daar word ik wel zot van, ik heb ooit mijn mailadres is nog met mijn deadname. En ik kan dat nu tijdelijk niet veranderen, omdat ik mij ooit per ongeluk thuis hoofd van het huis heb gemaakt met de mails. Dus als ik mijn mailadres verwijder, zijn we alle mails kwijt. Ook van mijn ouders en van mijn broer, dus ik kan dat niet verwijderen. Mensen kijken niet naar uw cv. Mensen lezen deadname en sturen terug, hey, deadname. Waarom heb ik dan een cv waar dat 1000 keer in staat dat mijn naam Alex is?
ik heb slechte reacties gehad op de school waar dat ik heb op verschillende scholen gezeten. Op de school waar ik te weten ben gekomen van mezelf dat ik niet straight ben. Ik ga niet verdiepen wat die reacties waren, maar dat is wel de reden dat ik in de opname ben geweest. Ik had inderdaad geen schrik om uit de kast te komen als non-binair, maar wel om mijn kledingstijl aan te passen naar mijn gender, hoe ik mij voel. Ik heb dat heel lang niet gedurfd. Op een duur had ik gewoon een fuck it momentje en ben ik dat beginnen doen. En dan ben ik wel zoiets nageroepen op de straat of achtervolgd door mensen nadat ik van de Pride in Brussel kwam. En dan ben ik eigenlijk de nachtwinkel binnengelopen en is een vriendin van mij naar daar gekomen. En zij kende dan die jongens die mij achtervolgden. En zij heeft gezegd van, hé, doe iets normaal tegen Alex of ik zal iets met je. Dus ook op mijn werk heb ik mij heel lang ingehouden om mijn kleding aan te passen. Ook omdat ik heb vanaf moment 1 heel open geweest dat ik non-binair ben en dat ik dus ook vrouwenkleren draag. Ik heb direct gezegd van vrouwenkleren, want ik kijk niet naar kledij en mijn gender. En dan is er eigenlijk redelijk snel gezegd van wacht daarmee, want er zijn geen richtlijnen voor transgender mensen qua kleding. Dus ik moest wachten. Ik mocht dan alleen mannenkledij dragen, wat heel moeilijk is als je niet naar kledij kijkt met gender. En dan ben ik iets mee oud opnieuw, ben ik daar langs gegaan op mijn werk, in mijn hakken. En dan heb ik commentaar gekregen dat ik hakken aan had, want dat mocht niet. En dat kon niet, maar ik moest niet werken ofzo, ik ben daar gewoon langs gegaan omdat het oud opnieuw was. Ik snap gewoon niet dat er al verschillen zijn in richtlijnen voor kleren voor vrouwen, richtlijnen voor kleren voor mannen en richtlijnen voor kleren voor transgender personen. Really? Is dat echt een ding tegenwoordig? Ik heb heel lang moeten wachten op een uitspraak of het mocht. En ik zei, als het nu nog een maand duurt voordat ik een uitspraak weet, neem ik ontslag en ga ik ergens anders werken. Dat was inderdaad een raar stukje op mijn werk. Ik werk heel graag waar ik werk. Ik weet wel dat dat niet voor altijd gaat zijn. Ik weet dus op mijn werk ook, dus ik mag dat gewoon zeggen. Omdat ik inderdaad gebarentaal nog ben aan het studeren en wel terug wil naar dove mensen. En dan ook op de scouts ben ik wel redelijk snel gegaan met een rok te gaan kopen dan. En voor de rest ja, is het ons uniform hetzelfde. En ja, ik zit zelf ook in ploegdiversiteit van het verbond, van Scouts Gidsen Vlaanderen. En wij zijn ook wel echt bezig met zo, bijvoorbeeld in de winkel vroeger honger mannen broek en vrouwen rok, dat man en vrouw weg wordt gelaten en gewoon dat het staat broek en rok. Dus dat is nu wel aangepast ook. Het verbeteren van mensen, ik ben er echt mee gestopt eigenlijk. Tenzij dat zo nu mensen echt zeggen van verbeter mij wel. Als die dat niet zeggen, doe ik dat eigenlijk niet. Ik heb dat één keer bij de slager gedaan. En er werkt ook iemand die ik wel al langere tijd ken, omdat dat een collega van mijn broer is geweest. En die heeft overlaatst een andere collega van hem verbeterd. Van, hey, waarom zeg je de hele tijd nog iets meneer, nog iets meneer? Je kunt er ook gewoon zeggen, nog iets nodig. Dat is meer dan genoeg. En dan heeft hij wel zo, ah ja, sorry, ik wist dat niet. Dus ça va, dan zeg ik ook dat dat oké is. Andere mensen verbeteren kan ik echt niet meer. Op het werk doe ik dat bij sommige collega's, verbeter ik sommige collega's, omdat ze zelf ook aangeven van ik wil dat je mij ook blijft verbeteren. Totdat ik het thuis doe, bij anderen doe ik het niet. Hier op de scouts wel, omdat ze hier ook duidelijk zeggen van zeg het als ik het fout doe, want die probeert er wel echt heel hard op te letten hier. De leiding toch. Hier kan ik echt volledig mezelf zijn op de scouts. Eigenlijk thuis ook wel, maar dat is nog een beetje anders natuurlijk, omdat mijn ouders het heel lang moeilijk had met mijn naamsverandering vooral. Maar hier kan ik volledig mezelf zijn. Ik heb het heel lang hier niet gedurfd om bijvoorbeeld een rok aan te doen. Dat lag vooral aan de mentaliteit van de leiding toen, denk ik. Ik denk dat ik mij niet volledig op mijn gemak voelde bij die leiding. Dat ligt niet per se aan hun, maar gewoon aan mijn gevoel bij hen. Wat dan nu, na 7 jaar, eindelijk wel echt een goed gevoel is en ik voel mij hier wel echt thuis. En nu voel ik mij hier echt gewoon goed en overlaatst heb ik ook voor het eerst echt gezegd van ik heb hier nu ook echt een vriendschap. Wat ik daarvoor, ik had hier wel vrienden, maar dat is iets anders dan u echt een vriendschap hebben. Ik denk dat mijn tip is, vooral voor mijn jongeren zelf zijn, twijfel niet zo hard. Wees gewoon eerlijk vanaf het begin en stop met zo fucking onzeker te zijn over je weet wie dat je bent, dus ben dan ook gewoon die persoon. En twijfel niet aan uzelf of het gevoel hebben dat andere mensen u minder juist gaan bekijken. Ja,